Ja, we gaan vandaag met mensen praten in Zeewolde. Mag havenslag bij het GT afval? Komt er tijd? Nee, natuurlijk niet. Ja? Havenslag niet. Nee, dan moet u deze kant blijven. Nou, bijna van niet, denk ik. Nee? Ja, vind ik wel. Ja, ben ik ook zeker mee eens. Ja. Maar slecht voor honden, dus ik zeg nee. En ten opzichte van het gemiddelde van 700? Ik denk over pakjesmateriaal, van alles eigenlijk wel een beetje. Hoeveel kilo? Ja. Per jaar? Ik denk 900 kilo. 900? Ja. 900? Ja. Mooi schat. Ik veel bij plastic doe en papier en alles, een beetje scheiden en alles, dus daarom heb ik zo weinig. Ja. En we hebben, dat heeft mijn man in de tijd zelf gedaan, gezorgd dat er op alle verdiepingen een papierbak staat. Ja, 50 kilo, ja dat denk ik wel. Het is 144 gemiddeld. Echt waar? Het zou misschien minder kunnen als de winkels ook een stuk mee zouden werken. Als ik straks nog andere kleine dingetjes weer opnieuw gepakt zijn. Ja. Ik let al op dat ik het dan denk, ik koop het niet. De helft van die kende onder, omdat ze 9 van 10 keer alleen zijn door de reeks. Maar hetgene wat ik nou doe, heb ik van mijn oma geleerd. We hebben een leuk gesprek gehad met mensen op straat en wat gelijk opviel is dat iedereen die wij hebben gesproken zich inschatte als een goede afvalscheider en dacht dat die minder dan gemiddeld afval produceerde en dat lijkt verdacht, want dat zou statistisch gezien niet kunnen kloppen.